Welkom bij One Mentor. In deze podcast praten we elke aflevering met een Nederlandse muziekprofessional over hoe zij ooit de industrie heeft aangetroffen en hoe zij hem uiteindelijk hoopt achter te laten. Volgens CBS-cijfers identificeert 49% van de mensen in de creatieve sector zich als vrouw. Echter, het onderzoek Rise Up uit 2022 onthult dat slechts 19% van de uitvoerende artiesten bij Sena zich als vrouw identificeert. En bij de BUMA-stembra ligt het percentage zelfs nog lager. Slechts 13% van de songwriters en producers is vrouw. Waarom loopt de muziekindustrie zo achter in vergelijking met de bredere creatieve sector? En wat is er nodig voor meer gelijkheid? Deze podcast is gemaakt door vrouwen, maar het is zeker niet uitsluitend voor vrouwen bedoeld. We bespreken namelijk een kwestie die ons allemaal aangaat. Hoe kunnen we een veilige en inclusieve basis creëren waarin iedereen zich thuis voelt en de industrie zich creatief blijft ontwikkelen? Met deze week als gast Melkwegprogrammeur Max van Bulce. Max, dankjewel dat je er bent. Ik wil eigenlijk meteen aan je vragen of je jezelf zou willen voorstellen aan de luisteraar. Uh, ja hoor, dat weet ik wel. Ik ben uh, Max van Bossé. Ik ben geboren en in Amsterdam. Hier vlakbij, in Amsterdam-Noord. Um, ik ben op dit moment 42 jaar. En ik ben alweer ruim uh, 15 jaar werkzaam in de muziekindustrie. Stijf te denken. Ik blijf altijd overal vijf jaar werken namelijk. is makkelijk rekenen. Dus we moeten weer bijna weg. Maar uh, ik, ik ben na mijn studie stage gelopen bij Moyo concert, of eigenlijk tijdens mijn studie. Wat heb je gestudeerd? Ik heb eerst uh, uh, aan de UvA muziekwetenschappen gestudeerd. Ik heb open gedaan, maar dat, dat was echt helemaal niks voor mij. Veel, ja, vond het heel theoretisch. En uh, ging echt over de waarom zou Bach deze dubbele punten, komma. Nou, ging mij te ver. Dus toen ben ik de HKU gaan doen de afdeling muziek. Toen ging ik stage lopen bij Moyo concert. En toen liep stage op de afdeling Programming van Noordse Jazz Festival. Toen ben ik daar blijven hangen als festivalassistent. En ook daarna als boekersassistent van twee geweldige vrouwen, uh, Kim Bloem en Nicoline Kok. En, en daar heb ik dus vijf jaar gewerkt. Toen ben ik vijf jaar heb ik als boeker gewerkt bij Top Billin. Een uh, boekingskantoor wat geleerd is aan Agents After All. Uh, en daar uh, boekte ik of vertegenwoordig ik. Uh, veel hip-hop artiesten zoals de opposit, de jeugd van tegenwoordig, Typhoon, Sef, Zwart Licht, uh, nou dat soort artiesten. Uh -huh. Toen ging ik vanuit de naar Paradiso om te programmeren. Deed ik ook uh, veel Nederlandse artiesten en veel hip-hop en RB. Dat heb ik ook vijf jaar gedaan en toen ben ik uh, in een maffe periode van april 2020 overgestapt naar de Melkweg. Beide zalen dicht, uiteraard. En toen ben ik begonnen als programmeur bij de Melkweg en daar deed ik, doe ik, daar werk ik nog steeds. En daar doe ik vooral uh, ook de hippoprogrammering RB. En ik ontferm me ook over veel uh, projecten. Dus uh, wij, wij hebben nu een kalender waarin we een aantal uh, belangrijke um, onderwerpen aanstippen. Bijvoorbeeld de Internationale Vrouwendag of de Pride Week. Daar uh, houd ik me ook veel mee bezig. Mm -hmm. um, Black Achievement Month en ik heb zelf een eigen festival bedacht, Oyster. Ja, dat doe ik. Dat is een hele, <laughs> een hele mooie lijst, zo. Ja, ja toch? Ja, ja. ik uh, heb altijd heel veel plezier gehad in, uh, in mijn werk, en heb ik nog steeds. Ja. Je hebt muziekwetenschappen gestudeerd. Ik weet dat je daar een uh, nood voor moet kunnen lezen. Dus heb jij ook een instrument gespeeld toen je jong was? Nee, ik heb wel gezongen. Maar buiten een, een, een belabberd stukje piano geen uh, instrument echt gespeeld. Nee. Dus je hebt nooit een ambitie gehad om een artiest te worden? Nee, nou, ik had ooit wel de droom om, om, om met zingen iets te doen. Maar ik heb eigenlijk ik heb een heel slecht gehoor. Dus dat klinkt eigenlijk heel gek voor pagemmer. Ik hoor heus wel. Uh... Wanneer iets moet doet of wanneer iets goed of slecht is, denk ik. Nou ja, het is ook maar een mening. Maar ik heb ge absoluut geen absoluut gehoord. ben heel vaak aan mijn oren geopereerd. Dus solvage, ook op, bij muziekwetenschappen moet je heel veel solvage doen. Uh, ja, dat was voor mij echt een crime. Want ik, ik hoorde soms gewoon helemaal niet of het nou net iets omhoog of iets omlaag ging. Het ja, ja. is best wel lastig als je muzikant zou willen worden. Dus, en ja... Um, uh, op een podium staan. Ik ben daar niet, uh, niet voor in de wieg gelegd. Dus het is prima zo achter de schermen. Ja. ja. Bij je eerste baan heb je meteen met, met twee vrouwen gewerkt. Ja. Uh, dat benoemde je heel mm -hmm. specifiek. Ja. Is dat omdat dat op dat moment ook al opviel? Of is dat omdat je eigenlijk het gevoel hebt dat, dat je meteen in een goede mentorschap terecht bent gekomen? Allebei. Uh, dat viel toen al op. Er waren. Eigenlijk drie uh, vrouwelijke boekers. Ik weet niet, niet uit mijn hoofd, maar laten we zeggen, er waren uh, twaalf boekers. En daar waren er drie vrouwelijk van. En andere vrouw uh, was trouwens bij het Noordse Jazz Festival, Michelle Kuipers, die was mijn uh, stagebegeleidster. Daar heb ik ook heel veel aan gehad. Shout-out naar Michelle. En, en Kim en Nicoleen, dus twee uh, belangrijke uh, vrouwelijke boekers op de Boekersafdeling. Ik vond dat ontzettend prettig, omdat zij, zij begrepen mij. En dat had ook, durf ik wel te zeggen, voor een groot deel te maken met het feit dat ze ook vrouw waren. En hebben mij heel veel geleerd en ook uh, op een hele verschillende manier. Want je kunt bijna geen twee vrouwen bedenken die meer van elkaar verschillen dan zij. Mm -hmm. Maar ze zijn wel ook heel goed bevriend met elkaar, dus dat is ook weer mooi. Dus ik heb van beide zeer verschillende dingen geleerd, maar wel heel veel, ja. En waarom was het op dat moment belangrijk dat je begrepen wordt in je, in je stage? Wat... Wat voegt het dat begrip toe? Nou, ik, er was. Er is zelfs uh, zo. Was het moment dat ik toen ik daar werkte zwanger werd? Dat werd begrepen door deze twee vrouwen die, mm -hmm. die ik uh, assisteerde, vooral ook wel omdat Kim daarna zelf zwanger werd. we zijn tegelijkertijd zwanger geweest. Op dat moment, nou ja, dan begrijp je het natuurlijk al helemaal totaal van elkaar uh, hoe dat voelt, wat voor zorgen je hebt en wat voor impact dat wel en niet op je werk kan hebben. Want mensen. Denken ook heel vaak, misschien ten onrechte al, dat het heel veel impact gaat hebben. Ik weet bijvoorbeeld dat ik, uh, toen ik mijn tweede kindje kreeg. en niet lang daarna ging ik naar Paradiso. en toen ging ik mijn artiesten bellen. om te zeggen: van joh, ik ga naar Paradiso. en uh, de ik ga dus echt bij bij, bij, ja, ja, de artiesten die ik had bij de Willingen. ik weet dat ik Typhoon aan de lijn had. En die zei: Oh, joh, ik dacht, die gaat zeggen: Ik ga juist minder doen. En ik ga een stapje terug doen. Of helemaal stoppen met muziekindustrie. Want het is niet te combineren. Toen dacht ik: Oh, wauw. Dat, en hij had ook zoiets van: Oh, wauw, wat gek eigenlijk dat ik daarvan uitging. Terwijl dat helemaal. Dat eigenlijk misschien een tegenovergestelde het geval is. Want dit is gewoon een hele toffe kans. Iets nieuws ja. wat je gaat doen. Uh, dus mensen moeten het ook niet helemaal invullen voor je. Uh, maar terug naar, naar, naar Kim en uh, ik Ik voelde me daar gewoon enorm. In, in begrepen uh, en, en gesteund. Ja. So, Zij begrijpen gewoon hoe het is om in de minderheid te zijn of zo in, in, in zo'n wereld. Want dat, dat, dat was je in ieder geval op dat moment echt wel. Ik weet dat er nu ook wel meer grote internationale agenten zijn die vrouwen zijn. Dus er is echt wel een goede vertegenwoordiging op gang. Maar binnen Mojo waren vrouwen wel in de, in de minderheid daar. Ja. Ja. En, maar internationaal merkte je het dus ook met de agenten met wie je werkte of met wie zij werkte. had je ook te maken met vooral mannen. Dus ja. het is niet iets wat ja. bij Mojo speelde of bij in Nederland alleen speelde. Het is een internationaal fenomeen. Ja. Ja. Wat is het dan denk je aan de live-industrie dat het zo'n mannenbolwerk is? Ja, ik weet natuurlijk niet de hele origine. Ik denk dat het een beetje vergelijkbaar is. Maar in Nederland is dat gewoon in de jaren zeventig uh, op, op, opgestart. Door, door wat mannen die dachten: ik zet een rockbeentje op een podium. Kijken uh, wat de gek ervoor geeft. Ja, dat, zo rock and roll is dat gewoon gebeurd. En dat, dat is gewoon uit, de, uit, een, uit een mannenbolwerk gekomen. Dus ja, dan, dan is het bijna vanzelfsprekend dat dat ook weer mannen aantrekt. En het is ook gewoon wel met je voeten in de klei staan in het begin. Dus um, ja. Dat had dan. En uit een periode waarin vrouwen ook al veel minder werkten natuurlijk, in die periode van het begin. Dus dat is, dat is eigenlijk best logisch, maar wel fijn dat het, nu, dat het nu aan het veranderen is. Denk je dat misschien ook te maken heeft met het feit dat het zo'n onregelmatige tijden zijn? Ja, precies. Uh, een support system van een partner die in de avond thuis kan zijn, dat dus jij overdag met de met je kinderen kan zijn. Ja. Dat is natuurlijk niet altijd vanzelfsprekend in een, in, een, in een relatie. Voor beide kanten niet. Maar het is niet altijd vanzelfsprekend dat, uh, dat de vrouw s'avonds uh, kan werken. Is dat denk je ook iets dat er uh, dat speelt in deze, in deze rol? Dat het meer verwacht wordt? Je bedoelt uh, toen of, of, of nu? Nou, toen kan ik ja, me voorstellen, ja. Ja, de ja dus, dus kijk, nu is er meer aandacht voor bijvoorbeeld... Op, ik neem een voorbeeld nu in de Melkweg. Uh, ik en mijn collega die uh, veel boekingen doen... die zijn beide vrouw en hebben beide kinderen. We begrijpen elkaars uh, schema's. En dat je af en toe, de, de, dat af en toe dingen tussenkomen die je niet gepland had. Ik denk dat daar meer begrip voor is... als er meer mensen zijn die, die caretakers zijn. Want er werken ook mannen in, in, de, in, in de Melkweg die dat ook begrijpen. Alleen uh, voorheen... Uh, waren veel mannen, hadden misschien wel kinderen, maar waren veel minder betrokken bij de opvoeding. En dus het gaat niet misschien op dit moment iets minder of, of je man of vrouw bent, maar ben jij ook 50-50 uh, caretaker voor, voor jouw kinderen? Want dan heb je dezelfde uh, de issues, issues. Ja. en dan begrijp je elkaar. Ja. En, en helaas is het nu nog steeds dat de meeste vrouwen het meeste werk doen met kinderen. Ja. Dus, dus begrijpen die elkaar nu nog het meest, maar we gaan wel de goede kant op. Zoals in de Melkweg. Mijn collega Levy heeft twee kinderen... en die, die, die heeft dezelfde struggles... Ja. met ophalen en zieke kinderen... omdat hij net zo ook verantwoordelijk is daarvoor. Ja. Ja. Dus, maar denk je dat, dat het... als het, een vrouw geen caretaker is voor een kind... dus een vrouw kindloos is... dat ze het dan, dan minder, ook minder begrijpt? Heb je, dat, uh, heb je dat meegemaakt? Ja, wat een goede vraag. Ik denk dat over het algemeen... vrouwen wel wat empathischer zijn... omdat we toch... <laughs> Dit klinkt heel uh, toch de onderdruk te zijn, nog steeds. Dus of je nou kinderen hebt of niet, je hebt ook te maken met onveiligheid in sommige omgevingen. Dus we zijn altijd wel meer letten meer op elkaar. Mm. Dus dat heeft dan buiten kinderen hebben ook net uh, vrouw zijn uh, te maken. Uh, maar bijvoorbeeld, mijn zus heeft geen kinderen en ik, ik hoor haar wel eens dat ze denkt van ja. Ik heb geen kinderen, maar ik wil ook wel eens om drie uur middags naar weg ja. om zogenaamd mijn kind op te halen. Maar goed, dat is ook met roken. Ik rook niet. Dus dan denk ik, ja, die gaan maar de hele tijd de rookpauze nemen. Dus, ja, dus mensen blijven, denk ik, wel mensen. Maar uh, wat ik net. Aangaf qua vrouw zijn, het is niet, bestaat uit meer dan alleen maar kinderen. Ja. Hebben. Er zijn nog veel meer uitdagingen die je als vrouw hebt. En dat, ja. dat, dat helpt wel als je die weet van elkaar, weet je, hoe het is om vrouw te zijn binnen een mannenwereld, door mannen-gedomineerde wereld. Ja, want dat uiteindelijk is dat natuurlijk ook wat de muziekindustrie over de breedste zin van het woord is. Dus ja. niet alleen in de live wereld. En uh, we hebben als uh, muziekindustrie en vooral vanuit de professionele kant het heel vaak gehad over het gebrek aan vrouwen op, op belangrijke posities. Ja. Maar waar, waar eigenlijk natuurlijk echt een knelpunt zit is dat er zo weinig vrouwelijke makers zijn. Ja. En dat daar niet per se een hiring quota... of een positieve discriminatie bij kan komen kijken om dat op te lossen. Want vrouwen moeten ook daadwerkelijk willen op een podium staan... en, en die kans te, uh, te pakken en zich ook te kunnen ontwikkelen. Denk jij dat als een vrouwelijke agent of een vrouwelijke programmeur zijnde... denk je dat het een toegevoegde waarde is voor de ex die jij programmeert? Denk je dat dat... Als jij een vrouwelijke artiest programmeert of met veel vrouwen in een team samenwerkt, dat dat iets is waar de artiesten ook baat bij hebben. Nou ja, dat is dan meer. Kijk, als ik een artiest boek, dan die hoef ik bij wijze van spreken niet eens tegen te komen. Want ik kan die op papier boeken. En dan gaat die show echt wel door als ik op de avond zelf niet bij ben. Daar, daar kan ik wel of geen invloed op in. Hebben. Ik kan s'avonds komen en naar uh, de persoon gedag zeggen. En, en daar een band mee opbouwen en daarmee misschien uh, haar een welkomer gevoel in de Melkweg laten krijgen. Maar het is niet van essentieel belang mm. voor de show. Maar gewoon als ik kijk naar al de, de, hele, de hele industrie, bijvoorbeeld de live-industrie. Het was grappig. We hadden tijdens Vrouwendag proberen we wel eens uh, om te kijken of we dan overal uh, vrouwen konden inzetten. Dus ook achter de bar en in de receptie en als bedrijfsleider en als technicus en als uh, mensen in het panel. En toen kwam ik daar dus en toen dacht ik, oh, ja, zo voelt het dus als iedereen als, als jij is. Dat, dat mm -hmm. hebben mannen natuurlijk heel lang gehad. Vooral witte mannen hebben we het dan nu over. Uh, maar toen dacht ik, oh, zo voelt dat dus. Daarom lopen die mannen net zoveel confidence overal. Het is niet eens een soort confidence. Het is gewoon op je gemak voelen. Je, je, je bent onder, onder ons of zo. En, uh, en, en dan als je dat een keer bent, dan, dan besef je pas hoe niet op je gemak je vaak bent. Ondanks het feit dat je gewoon op je eigen fucking werk bent. Ik heb zo vaak dat ik uh, een show heb. Net heel veel, dat, en, en de Melkweg doet echt zijn best om. Uh, of haar best. Om, um, om, om, om gemengd uh, personeel in te huren. Maar soms heb ik gewoon shows waar dat, dat iedereen die aan het werk is een man is. Dat voelt toch anders. Uh, hoe lief ik mijn collega's ook vind. En ik voel me veilig. Het is niet hetzelfde. Dus uh, en ik zeg niet dat we al voor al female moeten gaan. Maar als niemand in de meerderheid is, dan voelt iedereen zich misschien op zijn gemak. Mm -hmm. Of even ongemakkelijk. Yeah. <laughs> Snap je? Dan, yeah. dan, is die, dan is er in ieder geval balans. En uh, zijn er bepaalde. Voorbeelden om het wat minder abstract te maken of wat minder te laten lijken dat het dat dit gesprek alleen maar gaat over dat we per se in gelijkheid willen. Ja, uh, ja. Samen, is <laughs> ja. Maar dat is gek. Maar wat is een moment dat je eigenlijk echt ongemakkelijk bent in je eigen werk? Dus je bent nu 15 jaar ervaring, je hebt een enorme uh, positie en uh, je verzet bergen. Wat is nou een moment dat 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 het allemaal niet doet omdat je alleen maar rondom kerels bent de hele tijd? Ja, het blijft toch. En misschien zit dat soms ook wel in je hoofd, omdat je door ervaringen ervoor, weet je, er zijn gewoon in de weg, uh, ook naarmate je ouder wordt word je, en meer ervaringen hebt, word je steeds meer serieus genomen, ook in, 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 als je je mening verkondigt of, of, of wat dan ook. Uh, dus het is misschien ook dat je door de jaren heen zo vaak niet serieus bent genomen, omdat je ook vrouw was en, en jonger en, en minder ervaren, dat je dat meeneemt. Maar het... oh, wat voor manier wordt je dan serieus nou Is het ja. dan moeilijk in de onderhandeling? Uh, als je ergens binnenkomt in de kleedkamer, denken ze niet dat jij de programmeur ja, bent? Dat, dat sowieso. Dat, ja. dat is heel vaak. Uh, en vooral um, uh, een gastenlijst, weet je wel. Als jij gewoon uh, een, een vent bent in een pak, dan nemen ze je gewoon gewoon seri meteen serieus. Niet dat wij in onze industrie ooit een vent in een pak hebben, gelukkig. Maar um, ik heb wel de, heel vaak dat, dat er nog even dubbel wordt gecheckt of jij inderdaad wel degene bent die de beslissingen mag maken uh, over de geldzaken en zo. Um, en nogmaals, we gaan echt de goede kant op. En, en ik heb ook. Gewoon wel, vrouwelijke tourmanagers. Ik, ik heb echt hoop uh, dat dat het uh, allemaal uh, blijft verbeteren. Maar ik heb wel heel veel momenten dat ik gewoon met, uh, met allemaal stoere mannen die denken, wat, wat komt dit nog steeds? Terwijl ik 42 ben, maar wat komt dit, 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 dit meisje uh, nou doen? Weet je wel. Ja, en dat is, dat is niet fijn. Maar ja, aan de andere kant maak er soms ook wel weer gebruik van door een beetje je charme te gooien. En dan uh, Kostenposten erin te, 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 te sluizen of zo, die uh, weet je, die lastig te overleggen was. Dus ik, het is ook wel, het is niet dat ik er nou denk, ik ga er zo gebukt onder nee, maar als jij met alleen maar vrouwen had gewerkt of 50-50 vrouwen, had je niet je charmers in strijd hoeven gooien. Nee, dan had je het gewoon op je professionaliteit kunnen gooien. Ja, uh, niet dat jouw charmers waarschijnlijk zo onprofessioneel zijn, maar nee. De reden waarom je het doet is omdat je in de minderheid bent. Ja. En begrijpt dat, dit, dat je dit wel in je voordeel moet laten werken. Want anders werkt het alleen maar in je nadeel. Ja, klopt. Het is een manier die ik herken. Die, ja. die een manier is van overleven. Ja, nee, dat klopt inderdaad. Dat dus je denkt, ja, dan, als, ik het, als, het, als ik er vaak nadeel van heb. dan mag ik er ook voordeel van hebben, denk ik dan. Ja. als je wel. Ja. Zijn er wel eens momenten geweest. dat je echt dacht, na. Nou, en nu, ik ben er echt een beetje klaar mee. Ik ben zo... Vooral, ik kan me voorstellen... Ik heb dat ook wel eens gehad. Dat je inderdaad rondom alleen vrouwen bent. En dat je denkt... Goh, dit is fijn. Ja. Kan ik niet gewoon in de industrie gaan werken waar dit is? Ja, maar dat wil ik ook niet. Want volgens mij... Ik kan me voorstellen dat ze bijvoorbeeld... Op een vrouwenbladredactie uh, of zo... Mm -hmm. Dat ik dan ook helemaal gek word. Ik wil gewoon balans. Yeah. Ying-yang, weet ah, ja. je? Um, de, uh, Dat ik echt dacht... Nou, ik heb, wel, uh, ik heb gewoon wel onderhandelingen gehad, bijvoorbeeld over mijn salaris of uh, over andere arbeidszaken, uh, waarbij ik gewoon, nou ja, daar werd gewoon gezegd, uh, de, de, nou dat is ook geen katje om zonder handschoenen aan te pakken. Ja, ik vind dat gewoon, dat, vind, dat soort denigrerende opmerkingen vind ik gewoon echt niet oké. Okay, mm -hmm. Dus op dat soort momenten denk ik wel. Ben er helemaal klaar mee. dat yeah. net, net, net die mannen. Maar uh, A, heb je meld je dat dan? Is dat dan? Ja, dat vind ik het is heel dubbel. Hè? Ik aan de ene kant vind ik het heel goed dat dat dat, dat er is. Aan de, aan de andere kant doe ik het zelf niet zo snel Omdat je altijd het gevoel hebt dat je dat je je, 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 je het, het ook kan oplossen. Ja. Yeah. Wel, um, maar goed. Als als uh, als je het alleen maar meldt, hoeft er niet misschien niet mee gedaan te worden per se. Maar als dan er nog drie meldingen komen, dan wordt het een patroon. Dus misschien is het melden gewoon bij haar uh, wel altijd goed. Dus ja. Ik vond dit vervelend. Je hoeft er nu niet iets mee te doen, maar weet wel dat het is gezegd of is gebeurd. Want als er dan dit continu, dan, dan gaan ze op een gegeven moment dat zeggen. Ja, toch? Wat zou jij willen? Uh, hoe zou je willen dat, um, dat de industrie is? Dus bu buiten het 50-50, 50-50 op de werkvloer. 50-50 op de programmering. Want dat is, dat is natuurlijk iets wat veel... podia en festivals nu proberen na te streven. Ja. Wat vrij lastig is... omdat er zo, zoveel minder vrouwen... Ja. muziek publiceren. Waarschijnlijk zijn er heel veel vrouwen die muziek maken... maar zo weinig vrouwen muziek publiceren. Ja, omdat dat natuurlijk zo groot is... om aan te pakken. Want dat ligt natuurlijk aan de maatschappij... en niet aan onze industrie. Ik bedoel, wij hebben ook misschien... waar we het eerder over hadden... Uh, onrechtmatige uren, dat helpt dan allemaal niet. Maar... De key ligt natuurlijk in dat in zoveel dingen die bijna on on niet te vatten zijn. Maar bijvoorbeeld de kinderopvang: uh, als, jij, als jij een klein kindje aan je been hebt hangen, ga jij dan maar in de studio zitten. Dus dat is al iets. Maar je hebt ook de on onveiligheid. Uh, uh, als, er, als er inderdaad meerdere mannen in de studio zijn en maar twee uh, uh, vrouwen, dan kunnen er onveilige situaties ontstaan. De, en dat zijn maar twee. Hele obvious dingen, hoe de maatschappij is ingedeeld, ook in, vooral ook in Nederland, want dat doen we net zo, zijn helemaal niet zo heel modern, vind ik, daarin. Nou, vooral als je het vergelijkt met bijvoorbeeld Scandinavië. Maakt het het gewoon lastig voor een vrouw om, om net zoveel dedication te laten zien als een man, weet je? Is er ook onveiligheid in, de, in het life circuit, denk je? Uh, ja. Jazeker. En, en hoe uit u zich? Ik probeer daar bijvoorbeeld in de Melkweg heel erg op te letten. Maar dat, dat uitzicht natuurlijk veel in het, wat er backstage gebeurt. Het is natuurlijk ook een thin line tussen het adoreren van een artiest... en die over een grens laten gaan. En dan heb je, niet, dan heb je de artiest, maar dan heb je ook nog mensen die omheen hangen. Dus het is gewoon machtsmisbruik ligt op de loer als je met artiesten werkt. Verder in de live-stream heb je natuurlijk ook veel festivals... Um, Professioneel en privé lopen door elkaar heen. Er is drank, er is drugs. <laughs> niet, zo, niet de hele dag op kantoor, heel af en toe. <laughs> um, dus, uh, dus ja, dat, uh, dat, dat, dat kan wel voor problemen zorgen, zeg maar. Hoe let je daarop? Hoe ik daarop let. Ja, ik, ik, ik probeer wel met een moederlijke blik in de backstage te, te lopen. Ik moet zeggen dat ik vind dat. Daar ook enorm veel professionalisering in is gekomen in artiesten en hoe ze toeren. Ik denk dat heel veel artiesten heel goed weten dat, waar ze hun geld verdienen. En dat het gewoon dat toeren en muziek maken, als je het goed aanpakt, gewoon voor een living kan zorgen. En, en daardoor veel serieuzer nemen. Dus ik heb in de Melkweg niet veel last van uh, backstage perikelen die uit de hand lopen. Of dat ik het gevoel heb dat daar dingen gebeuren die, die, die niet helemaal door de beugel kunnen. Maar dat heb ik in het, in het verleden wel gezien. Dat je gewoon te jonge meisjes in een backstage getrokken ziet worden. En dan was ik op dat moment nog niet misschien in de functie dat ik daar iets over te zeggen had. Altijd. Want je kan natuurlijk altijd wel iets doen of gewoon in de buurt blijven hangen. Uh, maar dat is, in de Melkweg heb ik dat gelukkig nog niet aan, aan de hand gehad. Gelukkig. Ja, ik kan me, ik kan me nog in hip-hop. is dat natuurlijk, was natuurlijk een ding toen ik opgroeide en, en naar hip-hop luisterde. Je staat uh, bij je favoriete rapper en na de show uh, komt er een, uh, een tourmanager het podium op en die pikt zo de meiden eruit. Ja. En ik weet nog wel wat ik wel. Maar voor vriendin, dat ik 15 was, eruit ben gepikt bij een rappers van 40. Ja, ja. en dan vervolgens, thank god, is er nooit iets met mij gebeurd. Nee want uh, ik denk het gewoon echt onwijs bij de hand ja. Ja. Uh, uh, waarschijnlijk ook echt alleen maar wilde praten over bepaalde bars die ze hadden maar, maar ja het had zomaar kunnen gebeuren ik denk ja. ik er wel eens over na over hoe onwijs idioot het is dat een meisje van 15 uh, backstage zit in een podium, bij een podium van een, van, bij een artiest van 42 Ja, en dat was dus helemaal niet zo lang geleden als je het verwacht zoiets van in... nou ik ben wel ja, oud ja ook weer niet zo oud, ik bedoel, nu kan je bijna niet meer Tenminste, Er is wel echt aandacht voor in ieder ja. geval, in gewoon poppodia, een beetje gerenomeerde poppodia. Kan, kan dat, kan je dat volgens mij niet meer poelen? Nee, ja, dat kon heel lang wel, ja. Uh, want de artiest, die kon alles maar maken, uh, hoor ik nog wel de is verhalen van hele grote artiesten die het was vroeger veel meer ook een rol. Dat ja. ik ken verhalen van 50 cent die. Uh... Tijdens een interview uh, uh, oraal bevredigd werd door iemand. Okay, en, was en ook zo'n rocker had dat toch ook? Nou goed, anyways. Maar dat, 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 dat was een stoere verhaal. En, ja. en dat is natuurlijk wel het mooie aan de switch die we, waar we nu in zitten, is dat, ja. het niet, dat meiden niet meer als collateral damage worden gezien. Nee. Maar daadwerkelijk als, als, human, mens. yeah, als mensen oh. die <laughs> voor hoe die ervaring was. En ja. Um, maar ja, dat, dat is wederom weer rondom. De mannelijke artiest of rondom de professionele wereld. Is het ook onveilig voor vrouwelijke artiesten? Een life-secret? Uh, ik denk dat het er weer aan ligt. Hoe, gro hoe groot je bent en hoeveel je de dienst uitmaakt. Maar ik, 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 ik kan niet spreken. want ik ben geen artiest. Ik weet wat er in de Melkweg gebeurt. en ik weet wel een beetje wat er op Nederlandse festivals gebeurt. En ik, durf wel te zeggen dat het daar redelijk veilig is, maar ik weet niet wat er in de studio's gebeurt en ik weet niet wat er in, in discotheken uh, allemaal uh, in de nacht kan gebeuren, dus ik, ik, ik denk niet dat het uh, ik denk ja, dat het vaak ook weer aan machtsmisbruik ligt als het daar misgaat, hm. vooral net beginnende artiesten. Ik, ik weet nog dat er was ook een, een panel over in uh, bij No Man's Land in, uh, in Utrecht. En daar ging het over dat uh, zoveel artiesten hadden een vervelende... echt na nou, vervelend is echt een ander statement... maar gewoon verschrikkelijke dingen meegemaakt tijdens het opnemen van muziek. En die hadden daar allerlei manieren voor gevonden... om dat dan te omzeilen, van elkaar appen, niet net die... Uh, weet je, een soort amber alert voor uh, smerige, smerige producers. Of altijd je laten ophalen door die... En dat ik echt dacht, van ja, maar dit is toch gewoon een pleinster op een e smerig gezwel plakken. We moeten niet met z'n allen gaan overleggen van hoe kunnen we dit omzeilen. Zij moeten veranderen, die ja. smeerlappen. Ja. Daar, daar, moet daar moeten sancties komen, weet je. Ja. Nu geloof ik niet dat een smeerlap uh, per se naar deze podcast luistert om zijn leven te willen beter. Als Chris Brown wel luistert. Uh, als Chris Brouwer wel luistert, uh, let op, please play attention to us. Nee, maar hoe kan een man een goede ally zijn? Hoe kan een man ervoor zorgen dat dit niet alleen maar op onze schouders ligt? Want nou, ja. al het werk wat wij stoppen in deze ja. gesprekken. Al het werk wat we stoppen in opletten of, we wel, of het wel allemaal goed gaat. Op iedereen's, op iedereen's veiligheid. Maar ook op onze eigen veiligheid. En op onze eigen professionaliteit. Ja. Hoe kan er wat last van onze schouders afgenomen worden? Ja, ik denk echt gewoon elkaar aanspreken. Een aanspreekcultuur tussen broers. Gewoon van doet. Het kan je niet doen, man. In plaats van het gezellig houden. of. weet je, uh, locker room. Uh, uh, lol. Gewoon, speel elkaar gewoon aan. Het is gewoon niet cool. Doe, doe niet. Niet doen. Ik denk dat het zoveel verschil zou maken. En er zijn echt wel mannen die dat nu doen. maar nog niet genoeg. Uh, want dan, dan verander je een cultuur, weet je. En dan, dan maak je iets wat. wat misschien nog werd gezien als cool. Uh, uncool, basically. En. Um, ja, ik denk dat dat heel veel zou helpen. En als je als je het over aanspreken hebt, heb je het dan? Want ik denk dat veel mannen denken dat ze aanspreken, mm -hmm. maar dat ze pas aanspreken op het moment dat er een, fysieke, een ja. fysieke beweging wordt gemaakt die zij kunnen zien als iets wat intimiderend is. Ja. Is het niet ook cruciaal om bij de de microagressies ja. uh, al elkaar aan te spreken? Begint het niet al bij? Jij die ergens binnenkomt en niet serieus wordt genomen of niet ja. wordt gezien als de programmeur. Begint er niet al bij dat we daar onsz onszelf op corrigeren? Of in ieder geval de ja. mensen die dat doen. Ja, maar dat is natuurlijk lastig, omdat, omdat het dan in ieder geval voor de toeschouwer al helemaal micro is. Dus dan moet je wel dat gesprek, moet je eigenlijk aangaan met je collega of, of mannelijke vrienden of nou, andere allies... Uh, zodat ze het snappen. En dat ze het ook snappen dat het... Want ik ben best wel iemand die bijvoorbeeld voor mezelf op kan komen. Uh, ben niet op mijn mondje gevallen. Ik kan eigenlijk heel goed voor anderen opkomen... maar voor mezelf opkomen vind ik heel vervelend. Kan ik ook heel erg um, uh, bevriezen, zeg maar. Ik, dan, ik, ik wil eigenlijk dan dat het ophoudt met bestaan. Dat is dan mijn manier van het oplossen. Dus dat Soort dingen al uitleggen zou, denk ik, helpen. Zo van ik zie er wel uit als ik fucking assertief ben, maar dat 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 die die, uh, die uh, vlieger gaat helaas niet altijd op en soms heb ik echt jouw back nodig. En ik denk dat ook heel veel uh, heel veel mannen daar dat ook super fijn vinden om te doen dat ze dat graag willen doen, maar dat zij ook handvaten nodig hebben van ons. Van oké, okay, maar wat vind je dan fijn en wat vind je? Mensplaning, snap je? Want dat is ook een tin-line. Zo van: zij denken, ja, die vrouw uh, die werkt al 15 jaar plus in de muziekindustrie, die hoef ik echt niet te helpen. Maar als jij zegt, nou, ik zou het toch wel fijn vinden als je af en toe ze even checkt op die, op die manier, dan vinden zij het misschien alleen maar tof en fijn om te doen. Doe je dat? Heb je die gesprekken met je mannelijke collega's? Ik heb wel eens inderdaad net een aantal. Uh, collega's die, die zijn wel die dan al begrijpen. Ja, sommige mannen zijn gewoon, ja, die, 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 die zijn gewoon geïnteresseerd in hoe het is voor uh, vrouwen of, of, of andere ander, ander minderheden in een, in een groep. En daar heb ik er wel gesprekken mee over gehad. Ja. We hebben het, je hebt vaak het woord macht genoemd. Dus mm -hmm. het, het idee dat, dat macht uh, je hiervoor kan beschermen, voor onveilige voor situaties in ieder geval meer dan een gebrek aan macht. Ja, wat, ja. Is de, wat is de verantwoordelijkheid voor machtige vrouwen in de industrie? Ja, dus, dus, dus beschermen en heel erg. Ik denk dat dat dus in de melkweg heel goed gaat, maar dat is dat ook nog steeds blijven leren en blijven bijsturen. Maar gewoon heel duidelijk uitstralen wat, wat je wel en vooral wat je niet pikt binnen een bedrijf, en wat er, we wat, wat er met z'n allen afspreken, dat we dat we niet dulden. Weet je. Want dan kan je ook, dan heb je ook binnen binnen die groep, dit dus niet op dezelfde lijn staan bijvoorbeeld, die aanspreekcultuur die moedig je dan aan. Zo van luister, dit is gewoon wat we allemaal niet doen. We sturen niet na werktijd uh, vervelende of, of sexy sms'jes. Alleen tijdens werktijd. <laughs> <Ja. laughs> SMS'jes ook. Oh. Ik ging iemand betaald om je te negeren. <laughs> en uh, als je wilt, dan, dan, dan weet, je ook van hé, hey, maar wacht even. Dit, dit, dit hadden we afgesproken dat wij dat net z'n allen niet gingen doen, toch? Is het niet lastig dat wij zijn gaan werken. in een tijd waarin er nog niet zoveel aandacht werd besteed aan dit onderwerp? Ik weet nog dat ik ook toen ik jonger was. dit ook een irritant onderwerp vond. Ja. Wat denk ik ook bij mijn leeftijd paste. En omdat ik echt niet doorhad wat de urgentie van het probleem was, denk ik. Ja. Is het niet lastig voor, voor mensen als jij en ik, die ongeveer in de tijd zijn begonnen in de industrie, dat het eigenlijk heel erg veel oude jongsgrentboot was? En mm -hmm. wat ik ook zei, dat we ook bepaalde manieren vonden om te overleven om te gebruiken dat we als enige vrouw was, juist om dit te kunnen, zo goed mogelijk te kunnen doen. Dus dat je juist een uh, soort van unicorn was. Dus dat hielp ook weer. Ja. Hebben wij daar ook niet hebben wij ook niet vervelende eigenschappen meegenomen? Die door Gen Z bijvoorbeeld gezien kunnen worden als ook iets toxisch. Ja, dat zal best, ja, inderdaad, als je het zo stelt. Ik, 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 ik moet wel, wel zeggen dat ik me erop betrapte dat ik had laatste meeting met uh, alleen maar vrouw en één man. Dat ik het dat dat, dat grappig ging maken over het feit dat hij een man was. En, en ik verdedigde dan voor mezelf, omdat het heel vaak dan andersom is. Maar in zijn wereld eigenlijk niet, want er werkt best veel vrouwen op programmering bij de Melkweg. En toen dacht ik, oh wat erg. Ik, ik ben dan eigenlijk in de positie van de minderheid en dan gedraag ik me zo, weet ja. je wel. Dus allicht erbij stilstaan en meteen corrigeren, dat is, al, dat is al mooi. Wat ik me soms wel heb bedacht, en wat ik best als je erover nadenkt, best raar is. Ik heb een relatie al 21 jaar. Dus eigenlijk Zolang als ik werk heb ik in de muziek, muziekindustrie. heb ik die relatie. En ik denk dat dat heel vaak toch heeft geholpen. door nee, niet serieuzer genomen, maar iets afstand creëren. Omdat ze weten van er is, er, je hebt een vaste relatie al heel lang. Het is toch eigenlijk bizar ja. dat je dat dan helpt. Ja, dus het... Serieuzer genomen, toen ja, voor dat. Want als je vrij gezellig zijn geweest, had je het gevoel dat je meer, meer je best had moeten doen. Dan had ik, al, uh... ja, ik, ja, ik denk dat dan, dan heb je meer last van uh, avances en dan moet je dan weer wat mee en zo. Dit klinkt dan wel heel oh, erg. Maar dat is zo, toch? Als vrouw zijn, heb je al last. Nee, van. Je bent die unicorn ja. in, het, in het vak. Dus ja, ja. er is niet veel te kiezen. Dus het is per ja. se een compliment. Dus, nee, daarom. Nee, daarom. Dus, dus het, het, ik weet gewoon dat ik vaak dacht, oh lekker, dan kan ik gewoon zeggen. Ja, ik heb een man, wel op een gegeven moment getrouwd, weet je, kinderen. Ja. En als je dat niet had, dan, dan had je niet die stok achter de deur. Maar dat is toch raar eigenlijk, als je erover nadenkt. Ja. Wat denk je dat vrouwen in de industrie kunnen doen om andere vrouwen, makers en professionals, te uh... helpen? Ja, nou ik denk, uh, ik uh, kijk met mijn kinderen uh, vaak naar uh, de serie Oogappels. En daar zit ook een... Uh, Vrouw in deze advocaten. En die, die helpt dan een jonge advocaat daar. Die, die is net bevallen. En dan zegt ze hoe het voor haar was. En zo. Dat, dat, dat helpt al enorm. Gewoon elkaar, elkaar coachen. Want dat doen, dat doen of deden of doen ze nog steeds. Mannen ook. Weet je, die, die, die nemen elkaar uh, uh, onder, onder, de, onder de wing. En die gaan een biertje drinken. En die gaan met elkaar netwerken. En die, die helpen elkaar verder. En dat moeten vrouwen ook doen. En dat. Doen we ook wel. Alleen de crux is dat ik, in de praktijk bijvoorbeeld, dan wordt er genetwerkt. dan is het toch zo dat vrouwen zeggen: Ja, ik, ik ga naar huis, want ik ga naar mijn kinderen. En het klinkt echt alsof in de jaren 50 wonen, maar dat is wel zo dat ik dat vaak zie. Ja. Um, en um, dat heeft wederom ook weer te maken met je backup thuis en, en ook je gevoel. Want als jij gewoon graag week kinderen wil zijn en niet, geen zin hebt om te netwerken. Dan moet je dat vooral niet doen. Maar ik, 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 ik zie ook wel dat dat mannen helpt. Weet je, dat, dat ze gewoon elkaars netwerk gebruiken en elkaars back hebben. En dat moeten vrouwen gewoon ook doen. Ja. Ben jij een mentor voor vrouwen? Ja, ik denk het wel. Ik, 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 ik zeg echt wel tegen uh, vrouwen, vooral als ik zie dat ze talent hebben. en uh, dat ik ze zou kunnen helpen, advies zou kunnen geven. Dan, dan, dan sta ik daar heel graag voor open. Die kunnen me altijd bellen. En dan kan ik altijd mijn koffie drinken. Dus ja, ik, ik vind dat fijn om te doen. Ik heb ook een keer helemaal aan het begin, nog voor volgens mij. En toen werkte ik, liep ik stage bij Mayo. Toen heb ik mijn huidige directrice gemaild: um, Van, joh, ik, ik zie dat je dit doet en dat doet en dat doet. Kunnen we een keer koffie drinken? Want ik ben zo benieuwd wat jij, uh, ja, hoe, je dat hebt, hoe je daar bent gekomen en uh, wat je daarvoor nodig hebt. En of je tips hebt. En zij stond daar toen ook van, nou, toevallig zijn we nu weer, ja. hebben we een werkrelatie, maar uh, dat kan je gewoon doen. hè? Ik bedoel, dat is toch hartstikke leuk. Als iemand mij mailt en zegt, oh je hebt zo'n leuke baan en ik doe nu dit en ik, 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 ik wil graag wat tips, hoe ik dan, nou dan, ik, ja, ik vind het alleen maar leuk om te doen. Wees niet bang om, om hulp te vragen van senioren. Ja, ja. <laughs> vrouw? <Bejaardevrouw. laughs> ah, ja, vraag die oma zo'n advies. Ja, doe dat vooral. En, en netwerken is gewoon heel belangrijk. En mannen zijn daar heel goed in. En vrouwen moeten daar ook goed in zijn. En, net, en netwerken bedoel je langer in de kroeg hangen? Ja, inderdaad. Nee, okay. uh, ja, ja, ook. dat is, even, ook. Dat is even ook. Want hoe ja. langer we in de kroeg hangen, hoe meer bier ze op hebben, Ja, hoe, ja, Ja, daarom is het helemaal heel oneerlijk en zo. Nee, maar het hoeft niet altijd in de kroeg. Je kan ook zeggen: ik uh, organiseer een, uh, een, een brunch voor die en die. En uh, die mag ook weer iemand meenemen en dan gaan we lekker uh, even met elkaar kletsen, omdat we denken dat we iets voor elkaar kunnen betekenen. Dat is in de mannenwereld echt doodnormaal, hè? gewoon iets voor elkaar denken te kunnen betekenen. En ik, ik heb het gevoel dat veel vrouwen in ieder geval in, in mijn omgeving niet zo opportunistisch nog denken. Maar ik, ik, daar is echt niks vies aan, vind ik. Oh, je denk, denk je dat het met opportunisme te maken heeft? Nou ja, dat, dat dat zo wordt bekeken. Maar, ik vind het... maar heeft dat denk je niet gewoon te maken met dat je. Dat, dat een van onze overlevingstechnieken was. We zijn de enige. <laughs> dus laten we, uh, laten we daar gebruik van maken. En als we dus niet meer de enige zijn. Als we andere vrouwen helpen dan vooral een van onze unique selling points weer. Ja, misschien dat er ik denk ja het zou best kunnen dat er tijd lang ook dacht er is maar plek voor één dus ik ga niet met jou help, helpen helpen ja. zo ja vooral ook in de, natuurlijk de makerskant ja. werd er ook wel zo naar gekeken en werd het ook in de media natuurlijk ja. zo weergeven. Ja. 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 ja maar dan zo moeten we niet denken ze moeten ons niet te, dat frame dat moeten we doorbreken ja. en uh, daar kunnen we er echt heel veel van ons en, en uh, wat mij zelf altijd opvalt, en ik ben hier nu mede schuldig aan, is het moment dat vrouwen gaan netwerken, hebben we het ook heel vaak over dit onderwerp. Uh, over, uh, over het onderwerp van, van seksisme, ja. onveiligheid ja. En, uh, en alles wat daarbij komt kijken. Ja. Uh, is, ja. dat, is dat een idee om des time and place voor dit gesprek en op andere momenten wanneer je netwerkt misschien even parkeren en focussen op de business. Want hoe langer nou wij praten over dit onderwerp, hoe minder tijd we hebben om... Ja, klopt. Dat is wel een goede. Ik vind dat wel een goede tip, ja. ja. Ja, kijk dan ook naar wat je, wat je met elkaar zou kunnen opzetten en doen en waar je elkaar kan aanvullen. Heb je ook iets toe te voegen aan dit onderwerp? Of wil je graag meer kennis opdoen? Bezoek dan ons panel tijdens Jurisdank slag in Groningen. Gedetailleerde informatie is te vinden in de beschrijving. We zullen in aanloop naar Jurzonnek slag wekelijks een nieuwe podcast publiceren met telkens een andere gast. Elk van hen brengt een uniek perspectief en bijdrage aan dit onderwerp. Dus vergeet niet Commenter te volgen op Spotify om geen enkele aflevering te missen. Dankjewel voor het luisteren.